Afgelopen zondag veranderde het Peeldijkje in Horst wederom in een Walhalla voor autocross-liefhebbers. Er werd in diverse klassen geraced. John Houwe uit Meldersloo race zelf al jaren en nam ons even mee. Dit is mijn crossauto. Dit is de balkenklasse. Daar kun je ook zien. Daar zitten de balken aan. Ja. En balken aan de verzeviging. Dikke balken voor veiligheid. Stoel erin, 4-punt gordel erin. Dat is ook verplicht, hè? Ja. Nekband verplicht. Een bril verplicht. En de helm verplicht. En zijn jullie al zenuwachtig? Moi. Een beetje. Is het jullie eerste keer dat jullie meedoen? Nee, voor mij is het al heel lang. Ja? Hoe lang doe je dit al? Derde jaar, ik tweede jaar. Oh, wauw. En dit is jullie auto? Ja, die is voor mij en voor zusjes dan. Oké, en wat is het dan precies? Want het ziet er wel heel apart uit, hè? Een mini wing, het is eigenlijk een soort van sprinter, maar dan in het klein. Ja? En kan die hard? Ja, sommige wel, ja. Ja? En hoe hard dan? Ik denk wel 50, dan wel. Oh, dat is wel heel hard. Voor hier. En ben je nooit bang dan? Nee, ik niet. Dit is de motor. En wat is het voor motor? Dit is een 2 liter Opel Astra. Gewoon een 8-klepper. Ja. Die heeft ongeveer 110 pk. En hoeveel koppel? Die zal takken dicht genoeg een koppel hebben. Dus snel genoeg voor hier? Snel genoeg voor hier, maar ja, we zijn eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Dit is dezelfde, dit is een Peugeot, dat is een Renault. Ja. En eigenlijk allemaal vrij aardig in de buurt. Ze lopen allemaal bijna even hard. Vorige keer heb ik alles kapot gereden, dus... Oh, dat is dit wel een vooruitgang dus. Ja, zeker. Dus we gaan het voor het heel houden vandaag, dus... Hoe vaak heb je al meegedaan aan deze race? Nou, eerste keer. Nee, mag je nog een keer? Ja, nog 2 keer en dan hopen we dat alles heel houden. Dan gaan we in ieder geval voor vandaag. Oh, misschien nu eerste, wie weet. Ja, wie weet. 18 jaar geleden zijn we begonnen met 45 personen van de balkenklasse. En nu zijn we terug naar 10, 15 personen nog. En ja... Het is gewoon een heel aardig leuk clubje bij elkaar. Het kost ongeveer een 300-500 euro voor een auto met banden en een gordel. En dan heb je even een uitlaatklep. 3 keer per jaar kun je crossen. Ja. En het is hartstikke mooi. Ik rij hier en hij rijdt terug altijd. Oh, dat is wel handig, hè? Ja.